Regelmatig vraag ik aan een bekende Nederlander om zijn of haar visie te geven op de identiteit van Nederland. Vandaag een hele bijzondere dame. Ze is Surinaams. En ze is, als je het mij vraagt, een van de beste schrijvers van onze tijd. Ze is de schrijfster van het boek Hoe duur was de suiker? Het boek is net in verfilming gegaan. Het is in première gegaan vorige week woensdag volgens mij. Afgelopen woensdag tijdens het filmfestival, het Nederlandse filmfestival in Utrecht. En de filmversie van het boek, dat is ook net uitgekomen en het is niet aan te slepen. U ziet vandaag dus de identiteit van Nederland door de ogen van de grand dame van de Surinaamse literatuur, Cynthia McLeod. De identiteit van Nederland. Het is nu 65 jaar geleden, kijk maar hoe grijs ik ben, dat ik als kind voor het eerst naar Holland kwam. Holland was een land van witte mensen. Dat wisten mijn broers en zussen en ik wel. En we hadden er geen moeite mee. Wij waren wel een grote curiositeit. En we werden overal aangestaard. Werden we gediscrimineerd? Absoluut niet. Ik was het enige zwarte kind op school. Iedereen wilde mijn vriendinnetje zijn. Ik werd op alle verjaarspartijtjes uitgenodigd. We waren niet verbaasd over Holland. Want door onze Hollands onderwijs in Suriname wisten we alles. Toch waren er wel bepaalde zaken waar we niet aan gewend waren en waar we van opkeken. In de eerste plaats dat de meeste mensen zo weinig kleren hadden. Ze hadden één stel voor door de week en een zondagstel. En wij vonden de mensen vies, want ze gingen maar één keer per week in het bad of onder de douche. Wat nog het meeste opviel, was dat in de winter alles zo grauw en grijs was. Zwarte, bruine en donkere jassen. Het straatbeeld was grauw. Nergens een beetje kleur. En ook weinig geluid, want iedereen liep haastig en stil. We gingen na 2 jaar terug naar Suriname, maar een paar jaar later was ik weer in Holland, nu als studente. Mijn studiegenoten hadden ondertussen meer kleren dan alleen een door de weeks en een zondagstel. En mensen begonnen ook op reis te gaan. Maar de jassen bleven donker en in de winter was het straatbeeld nog steeds grauw, grijs en zonder kleur. Ik studeerde in Rotterdam. Ik liep elke dag over de Kruiskade, waar men toch wel opkeek, omdat ik de enige gekleurde persoon was. Na mijn studie ging ik terug naar Suriname. Ruim 20 jaar later liep ik weer over de Kruiskade. Nu, omdat we in Brussel woonden en mijn man soms naar de Surinaamse kapper in Rotterdam ging. Holland was een rijk land en dat merkte je aan alles. Lopend over de Kruiskade was ik nu degene die opkeek, want ik zag alleen gekleurde mensen. Het straatbeeld was zeker niet grauw en grijs, maar zeer kleurig en vooral ook zeer rumoerig. Toen ik naast een klein boompje 3 Surinaamse mannen zag staan met een cup in de hand en een echte onvervalste Jogo Parbo, vroeg ik me af hoe die enkele witte Hollander van de Kruiskade zich wel moest voelen nu zijn straat was overgenomen door al die allochtonen, zoals de nieuwe Nederlanders inmiddels genoemd werden. Nu zijn we nog weer 30 jaar verder. En ik wil iets zeggen over de identiteit van Nederland, die in 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog drastisch is veranderd. Er zijn zoveel nieuwe Nederlanders dat die autochtonen maar vlug een geboortegolf moeten ontketenen. Anders zijn zij straks in de minderheid. In die 60 jaar hebben de Hollanders het fantastisch gedaan. En hebben ze zich voortreffelijk aangepast aan die vloedgolf van gekleurde mensen, nieuwe culturen, religieën, eetgewoonten, muziek en alles wat over ze heen gekomen is. Dus wat is de identiteit van Nederland? Ik denk dat Nederland een land is waar het heel goed toeven is voor iedereen, ongeacht huidskleur, geloof, cultuur, geslacht, leeftijd. En daar dank ik de Hollanders voor.